Ik ben Erik Jan en ik wil jullie uitnodigen voor de Rabo AZ voetbaltour. Dit is bedoeld voor alle groepen 7 en 8 uit de kop van Noord-Holland. De tour bestaat uit een online lesprogramma, filmpjes van AZ en leuke opdrachten. En dit allemaal bedoeld om jouw klas zo wedstrijdfit mogelijk te krijgen. Is jouw klas het meest wedstrijdfit aan het einde van de tour? Dan winnen jullie een echte voetbalkliniek bij jullie in de buurt, georganiseerd door AZ. Enorm enthousiaste kinderen, ouders, leerkrachten die het opgepakt hebben. En met vier hele goede thema's, maatschappelijke goede thema's, maar ook thema's die kinderen aanspreken, zijn we aan de slag gegaan. Ja, en dat dit dan het resultaat is, zo'n daverende dag met allemaal sportende en spelende sportieve kinderen. Prachtig. De tour bestaat uit 4 lessen, verspreid over 8 weken. Je komt dan alles te weten over de thema's voeding, respect, bewegen en samenwerken. Wie goed wil presteren, moet goed eten. En daarom gaan we het in les 1 hebben over voeding. Want wat is nou goed en lekker te eten voor een wedstrijd? Ik hou eigenlijk wel van pasta. Want ik voel me eigenlijk wel goed daarna. En dan eigenlijk zit het niet echt bij mij echt zwaar in de maag. Maar dan eigenlijk gewoon goed en het geeft veel energie. 4 even. Martens, 4-gever. Ja, als sporter is het natuurlijk helemaal belangrijk, omdat je elke dag fysiek bezig bent en moet je goed herstellen. En dat is ook door middel van voeding. In les 2 gaan we het hebben over respect. Want soms in de hitte van de strijd is het moeilijk om sportief te blijven. Wie goed wil zijn, moet goed doen. Voor, tijdens en na een wedstrijd. Respect betekent voor mij voor de wedstrijd een handje geven, geen vieze overtredingen maken en eens zijn met de beslissingen van de scheidsrechter. Respect betekent voor mij dat je elkaar vrijlaat in de dingen die je wilt doen. Zeker in de voetballerij met allemaal jongens uit andere landen, andere culturen. Ja, die hebben allemaal hun eigen gebruik en nemen ze mee. En daarom moet je elkaar toch een beetje vrijlaten en elkaar accepteren. En fair play is binnen het veld, maar zeker ook buiten het veld. Aan de andere kant is dit alweer 2-1. Een halve minuut later vliegt hij erin en is het Martens die het doet voor AZ. Bewegen is het toverwoord. In les 3 gaan we het hebben over het belang van bewegen. Want door te bewegen leer je eigen lichaam beter kennen, maak je nieuwe vrienden en word je een betere sporter. Wat ik leuk vind aan bewegen is, ik hou ervan om buiten te zijn, om met vrienden af te spreken en om gezond te blijven. Mensen die niet bewegen, ja, worden toch vaak zwaarder, die gaan minder goed in hun vel zitten, krijgen meer kans op ziektes of aandoeningen. En het is gewoon heel belangrijk dat iedereen voldoende beweegt. Je kan misschien wel denken dat je steengoed bent, maar alleen word je natuurlijk nooit kampioen. Daarvoor heb je medespelers nodig. En eigenlijk niet alleen medespelers, ook de mensen in en rond de club. Denk bijvoorbeeld aan een masseur, de mensen die het gras verzorgen of de ballenjongens en ballenmeisjes. Alleen als iedereen samenwerkt, dan kan je pas een echte kampioen zijn. Samenwerken betekent voor mij één geel worden als team en de wedstrijd proberen te winnen als één geel. Everything can be, have to be in onion, you know, together. That is the, I think the the most important point to try to find the results. Waarom moeten jullie eigenlijk meedoen met die Rabo AZ voetbaltour? Ik ga het vragen aan een paar jeugdspelers van AZ. Ja, ik vind dat best wel veel kinderen te dik zijn en dat ze gezonder moeten eten en meer moeten bewegen. Ik vind vooral de filmpjes vanaf de website heel leuk en zijn zeer zeker leerzaam. Jullie horen het, zo'n kans kan je dus niet laten lopen. Vraag je juf of meester om jullie nu in te schrijven op de site www.raboazvoetbaltour.nl. En zorg dat jouw klas dus het meest wedstrijdfit is en dus die kliniek gaat winnen.